Het is een love story. Ik was model en hij was fotograaf. En eigenlijk toen is de vonk overgeslagen. Dus op dat moment zelf nog niks, maar dan achterna blijven sms'en en bellen. En op die manier zijn we samen. Love at first sight kunnen we dat wel noemen, ja. Ja. Langs uw kant wel, langs mijn. Zij was, ja, maar jij wordt ook een beetje jong en ja, voorzichtig, zal ik maar zeggen. Bij mij was het wel, dat is ze. Dat is ze. Niet alleen van jong en seks, nee. Gewoon, dat is ze. Ja. Ik was toen met een andere vrouw en ik maakte ook in de sekswereld films. En ik was op zoek naar een andere vrouw voor een lesbische film te maken. En zo kwam ik bij haar terecht. Allemaal toeval, via een gemeenschappelijke kennis eigenlijk. Ja. Maar wat, toen kwam zij binnen en ik dacht, ho. En ja, zo ook. Terwijl we de film maakten, dus met mijn ex en met haar, die lesbische film, dan dacht ik, ja, zij is wel de moeite. Zo is dat begonnen eigenlijk, ja, met die film. Zij is er dus direct eigenlijk in begonnen. Hè. Ten eerste keer dat ik ze zag, was al direct... Dat is porno. Mijn eerste opleiding is eigenlijk verpleegkundige, dus ik ben verpleegster. Maar dat heb ik in de praktijk nooit beoefend, omdat ik onmiddellijk in de sekswereld ben geraakt. En dan heb ik vorig jaar uiteindelijk diploma masseuse gehaald. Ik vind masseren altijd, ik heb dat altijd leuk gevonden. En daarom dat ik zei van, ik wil dat echt goed kunnen. En dan heb ik me ingeschreven bij Sintra. En dan heb ik cursus massage gedaan, beroepsbekwaamheid masseur. Ik ben ook altijd gefascineerd geweest door SM. Dus vanaf mijn 12 jaar heb ik al kleine seksuele ervaringen met SM. En op een gegeven moment zei Paul van, jij kan dat zo goed, jij moet er eigenlijk verder in gaan voor commercieel te doen. En dan hebben we dat samen besloten van dat te doen. Ik ben begonnen als diamantklever in de diamantwereld. Ja. Daarna heb ik ook 17 jaar op een bank gewerkt. Dus een totaal ander milieu, zal ik maar zeggen. Het is begonnen met een ex van mij en ik had meegedaan. Ik had haar foto's, ze wist dat uiteraard, laagfoto's opgestuurd voor een wedstrijd. Een fotowedstrijd? Een fotowedstrijd van een boekje, een contactblad. En zij heeft gewonnen, zelfs 2 jaar achter elkaar. En toen kregen wij een telefoon van de baas van dat blaadje, de uitgever. En die stelde voor dat wij voor dat blaadje de publiciteit zouden gaan voeren. En zo ben ik in de sekswereld geraakt, want dat bestond nog niet, er was nog geen publiciteit en dat was ook de opkomst van de clubs en de shops. Dus ik kende uiteindelijk op een paar maanden tijd iedereen in die wereld, van shops en clubs en noem maar op. Alles wat met seks te maken had en zo ben ik erin gerold. Dat was het begin. Wij zijn alle twee niet seksueel jaloers, sowieso niet. Hij geniet ervan als ik mijn man vrij en ik geniet ervan als hij mijn vrouw vrijt. Maar wij zijn wel trouw in ons hoofd, wij zullen niet verliefd worden op iemand anders. De kans is, ja, die kans bestaat altijd, maar die is verschrikkelijk klein. Omdat wij goed weten wat we aan elkaar hebben. En inderdaad, wij hebben geen seksuele jaloezie. Helemaal niet. En dat sluit heel veel shit uit, als het ware. Want uiteindelijk, heel veel relaties gaan kapot aan jaloezie. Er zijn 3 mogelijkheden. De eerste is liefde. Dat is de mooiste seks. De meest intense seks. Dan heb je de liefde voor de fun. Partnerruil. Orgieën, noem maar op. Dus niet commercieel bedoel ik. Kan ook heel plezant zijn. En dan heb je commerciële seks. De betaalde seks. En daar is ook niks fout mee. Als je dat alle 3 goed beseft, is er toch geen enkel probleem. Allee, voor mij toch niet en voor haar toch niet. Dus no problem. Heel veel films heb zonder condoom, bij mij niet. In mijn films neuk ik met condoom en je ziet de condoom ook. Ik maak er ook geen geheim van, dat mag gezien worden en ik schaam mij daar ook niet voor. En dat is eigenlijk zo'n beetje mijn sensibilisering. Hè? Ja, het zijn altijd neuken is altijd met condoom. Gewoonweg omdat dat, ja, het is nu eenmaal het risico, het gaat niet allemaal om AIDS. Hè. Dat wordt een beetje blind gestaard op HIV en AIDS. Er zijn nog 100 andere
ziekte, geslachtsziekten die niet leuk zijn, om het zacht uit te drukken. Arlan wordt ook heel veel gebruikt of misbruikt, hoe dat je het wilt, in quizzen, in de humo, in boekjes, dit en dat. Oké. Omdat de naam is zo bekend, het is eigenlijk een synoniem geworden. Een soort synoniem geworden van prostituee, als je wilt, ja, ergens wel. Ja. Er zijn heel veel sekswerkers, absoluut, maar er is er maar eigenlijk één bekende en dat ben ik. Dat is ook natuurlijk. En dat is niet om te stoeven, want. Ja, maar nee, het is ook zo, heel veel willen dat ook niet. Want uiteindelijk, heel veel werken in het zwart. En als je in het zwart werkt, ja, dan willen we kop nergens hebben. Hè. En familie mag het niet weten. De familie mag het niet weten, de vrienden mag het niet weten, dikwijls de man mag het niet weten, dat kan ook. Die zitten ook advertenties zonder kop. Ik zal nooit begrijpen hoe dan een man kan reageren op een advertentie zonder kop. Maar let er maar eens op, 9 van de 10 hebben geen kop. En dat doen ze natuurlijk ook vooral om niet herkend te worden en omdat de fiscus er niet achter gaat gaan. Dat is de grootste reden. Hè. De sekswereld, vooral de opkomst, is natuurlijk in Nederland begonnen. Hè. De eerste seksshops in Nederland, ik heb ze meegemaakt in 1966. Dat is lang geleden, in Sluis, waar wij nu vlakbij wonen in Knokke. Hè. Maar de eerste in Antwerpen, de eerste in België, heb ik ook meegemaakt. Dat was in 1991. Dus ze hadden wel een serieuze achterstand in Vlaanderen. Pas toen is ook porno gelegaliseerd, enzovoort, enzovoort. Hallo, met Marijke. Dag, Marijke. Kan ik een afspraak maken? Ja hoor, wanneer had je gedacht? Zeker vandaag nog, rond 1 uur, is dat mogelijk? Dat is mogelijk, ja. Ja, oké. Okay. Goed. Mag ik dan jouw naam weten, dan kan ik je noteren. Ja, ik ben Pieter. Pieter, oké. En je kent het tarief? Dat klopt inderdaad, goed. Dan zal ik het adres geven, hè. Dat is... Oké. Tot straks. Tot vaak. Dankjewel. Daar. Ik heb klanten die dan naar mij komen, die daar absoluut geen seks hebben. Die komen gewoon voor een uurtje te praten, gewoon voor wat te knuffelen, maar echt seksueel. Dat gebeurt, maar zeker niet met iedereen. Er wordt te veel gefixeerd op die seks, hè. Een prostituee is eigenlijk een vrouw die haar gezelschap verhuurt. En dat gezelschap kan van babbelen tot en met seks gaan. Het is ook geen seks koopt je ook niet. Zij verhuurt haar gezelschap aan een klant. Een bepaalde tijd. En onder bepaalde voorwaarden, voor een bepaalde tijd en volgens haar eigen huisregels. Zo simpel is het. En in haar huisregels kan seks inbegrepen zijn. Dat noemen ze dan prostitutie. Iedereen prostitueert zich. Hè. Iedereen is een hoer. Op zijn eigen manier, op haar eigen manier. Hoeveel vrouwen trouwen niet met een man omdat hij een goede job heeft? Als hij op straat zou zitten met zijn klak voor geld, zou die vent niet bezien. Hè. Dat was hem even mooi. Geld is altijd inherent aan een relatie. Altijd. Gratis seks bestaat niet. Hè, als een man een vrouw opscharrelt in een dansing, in een kroeg, rekent maar uit wat het maar kost voordat hij met haar naar bed gaat. Hè. Nee, tracteren, etentje, cinema, juwelen, lingerie. Die is veel meer kwijt dan dat hem naar een hoer gaat. En dan is het nog af te wachten of ze goed is. Eerst zie je pornofilms en dan komt natuurlijk ook de privéontvangst en de escort van mij erbij. Hè. Kan ik eerst ontvangen, alsjeblieft? Dus, dat hoort allemaal samen in één bedrijf eigenlijk. Hè. Voor de wet, in Nederland kan je op een legale manier als sekswerker, noemen ze dat daar, werken. En op zich is dat een goed idee, want ik vind dat wel positief. Ja. Maar de manier waarop is niet positief. Bijvoorbeeld, als jij in een club gaat werken of zo, jij moet ingeschreven worden als zelfstandige, als helemaal alleen. Jij kan niet als werknemer. De zeep staat in de douche, handdruk aan klaar, kleren mag je ook achterlaten. Het gordijn maakt toe van jouw privacy. Oké, dankjewel. Tot zo. Ik ijver er eigenlijk al jaren voor dat ook te legaliseren. Prostitutie moet in mijn ogen gelegaliseerd worden. Maar de politiek wil op het moment nog niet mee. Antwerpen en Brussel, de grote steden, vragen, Gent ook, dacht ik. En Gent ook, denk ik, vragen kamerbelasting. Dat wil zeggen dat elke prostituee die ontvangt, ik denk dat het op het ogenblik 2500 of 3000 euro per jaar is. De stad speelt dus pooier.
als natuurlijk de prostitutie gelegaliseerd wordt, dan vallen die inkomsten weg, want dan kunnen ze dat niet meer maken. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom ze er niet aan beginnen. Ze willen die inkomsten uiteraard, dat moet massaal zijn, dat moet enorm zijn. Hè? Niet alleen privéontvangst, ook als jij een kotje hebt, zal ik zeggen, met 5 kamers, je betaalt zoveel. En dan ga je een club, zoveel, allemaal extra belasting, omdat je dat... Voor de stad, hè? Voor de stad, hè? Omdat je dat laat gebeuren, dus. Heel veel huisvrouwtjes en dergelijke, dat eigenlijk de prostitutie in Vlaanderen, ik heb het dan Vlaanderen, Wallonië weet ik er iets minder van, nee, maar eigenlijk kapot maakt, doordat die voor 50 euro voor een uur zonder condoom doen. En dat kan bij mij niet. Ten eerste ligt mijn bedrag veel hoger, omdat ik volledig officieel bezig ben. Dus ik moet mijn btw erbij tellen, ik moet mijn belastingen eraf trekken. Dus ik hou ook niet zoveel over. Maar ik ga ook nooit zonder condoom vrijen, dat doe ik niet. En daar zit heel veel concurrentie in voor mij. De grootste concurrentie, allez, ik noem dat eigenlijk geen concurrentie, dat is gewoon een linker zaak, zal ik maar zeggen. Dat zijn de gangbangs. Elke dag is er wel ergens één of meerdere gangbangs. En hoe dat die eraan uitgeraken, ik weet het echt niet. Want de gemiddelde prijs is 60, 70 euro voor 4 uur, 3, 4 meisjes. Plus drank inbegrepen. Als je een beetje narekent, verdienen die meisjes 5 euro per uur. Dus er klopt iets niet. Ik doe wat dat ik zelf wil. Is ik, zeg ik nu bijvoorbeeld een dag, ik wil niet werken, ik heb geen zin. Kan altijd gebeuren, iedereen heeft wel zo'n baaldag. Dan werk ik gewoon weg niet. Hij gaat mij dan ook niet dwingen en dan lig ik gewoon een hele dag in mijn bed of zo. Ja, niet overdrijven. Ja, maar nee, bij wijze van spreken. Ja, maar nee, bij wijze van spreken, hè. Zij doet dat vrijwillig en ik zou nooit niet willen dat ze dat gedwongen doet. Niks. Je doet niks tegen een goesting, vind ik. Hè. Ik heb jaren op een bank gewerkt. Ik had een heel goed job. Ik was dat beu. Ik ben weggegaan. Zo ben ik. Tegen mijn goesting de minuten aftellen. No, no way. Dus je moet het graag doen. Ja, en dat doe ik ook. Regel 1, graag doen. Van een hobby een beroep maken. Ja. Letterlijk. Ik was 19 jaar. Ik woonde nog bij mijn ouders als ik Paul leerde kennen. En door zo snel eigenlijk bij mijn ouders weg te gaan en voor Paul te kiezen, denk ik wel dat wij, dat een bewijs is van mijn liefde naar jou toe. In feite heeft ze inderdaad op die moment... De leap of faith genomen, hè? Veel bruggen verbrand achter haar en ook een sprong in het diepe. Hè? Want hoe dan ook, we waren amper samen. Ze wist ook, ze kende mij niet echt, hè? Maar ze voelde wel aan dat klopt. Maar het is een risico. Alles is een risico in het leven, hè? Maar oké. Maar ze heeft het risico gepakt. Ik heb dan ook lang nagedacht voordat ik getrouwd ben. Alleen lang, een maand. Maar ik wil maar zeggen, voor haar... Wij zijn heel snel getrouwd. Ik ben vroeger getrouwd geweest in 1974. Dat is heel lang geleden dus. En toen heb ik gezegd, ik trouw nooit meer. Ik heb nog zeker 4, 5 relaties gehad. Ik heb dat ook niet willen doen, met haar wel. Dat zegt genoeg. Anders had ik dat niet gedaan. In het begin, als ik Paul leerde kennen, dat was van... Ah, dat is een oude man. Dus dat was het eerste punt al. Dat was punt 1, oude man. Oude man. Dan kwamen ze te weten dat hij in de sekswereld zat. Dat was punt 2. Dan heb ik jaren geen contact gehad. Tot ik in 2009 zwanger was. En dan had ik wel zoiets van, ik wil dat ze het van mij te weten komen in plaats van via of via de media of eender wat. Via een boekje of zo. En dan heb ik gebeld. En dan is uiteindelijk de toenadering teruggekomen, omdat ze natuurlijk oma en opa gingen worden. En je hebt het ook gedaan omdat Adam, onze zoon, ook wel een opa en een oma zou hebben. Mijn ouders zijn al lang overleden, dus... Nu heeft dat kind een oma en een opa. Zolang dat ik je maar accepteer. Accepteer je hem, hè? Ik denk als je 11 jaar samen bent, dat is nog geen bewijs. Je hebt mensen die 50 jaar samen zijn en chaos, ramp, ken allemaal. Maar ik denk gewoon elkaar in elkaars waarde laten, dat vooral. Ook gewoon beseffen dat het samen beter is voor alles. Dan te verdwalen naar een ander toe. Wij doen heel veel activiteiten samen met onze zoon. Wij zijn een gelukkig gezin op dat gebied.
Het enige dat ik natuurlijk heb, is mijn beroep. Maar ik doe dat ook niet thuis. Ik doe dat volledig gescheiden. Dus waar dat ik woon en waar dat ik werk, zijn twee aparte adressen. Wij leven heel normaal. Wij zijn heel normaal geïnstalleerd. En wij gedragen ons normaal. Wij zijn gewone mensen. Dat is, zo simpel is het. Nog heel gelukkig worden met ons gedrieën, dus dan binnen ons gezin. En mijn job verder zetten zoals ik nu bezig ben. En hopelijk binnen een paar jaar. Nu, die crisis heeft er wel mee te maken dat ik een kotmadam word. Dat er eigenlijk meisjes voor mij werken. Dat is haar droom, zo'n kotmadam. Dat is mijn droom. Ja, niet zo eenvoudig, hè. Niet zo eenvoudig, hè. Want uiteindelijk het is het is een tijd er niet voor op het ogenblik. Maar ja, alles kan veranderen. Ja.